Het kinderhuis Hoop voor Kinderen aan de Franciepanenstraat is vanmorgen ontruimd door de politie. De 35 kinderen die er verbleven zijn meegenomen door Bureau Familierechtelijke Zaken, BUFAS, en de afdeling Jeugdzaken van de politie. Dit bevestigt Anthony Chenafat, directeur van het kinderhuis. Hij zegt dat hij met zijn advocaat bezig is de zaak aan te vechten, omdat hetgeen vanmorgen is gebeurd een wilde actie is van bestuursleden. Ik kan niet veel aan u doorspelen. We zijn bezig met de advocaat van de stichting, want het is gewoon een wilde actie geweest. Mm-hmm. Ik begrijp het even niet. Het bestuur is niet. Het bestuur kijkt naar twee richtingen. Ja, er zijn mensen, om het zo te stellen, die een andere mening hebben over welke kant we moeten opgaan. En ik vind het jammer. Ik vind het jammer dat men het zo naar buiten heeft gebracht. Zeer onprofessioneel, terwijl het binnen vier muren besproken kan worden. Maar ja, mensen maken keuzes en ik vind het jammer dat het zo is gegaan. Men heeft geen rekening gehouden met die kinderen, hun situatie. Ja, mensen doen hun ding, mensen maken hun keuzes en ik heb geen grip daarop. Bij het kinderhuis Hoop voor Kinderen worden kinderen opgevangen die komen uit verschillende crisissituaties. De zaak van de ontruiming speelt sinds het vorig jaar. De directie had sinds toen een ontruimingsbrief via de deurwaarder ontvangen van de eigenaar van het pand vanwege een huurachterstand. Volgens Chenafat is de achterstand ontstaan door de steeds stijgende wisselkoers. Hij heeft steeds aandacht gevraagd van de regering middels brieven die zijn gestuurd naar zowel de president als het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De bestuursleden die niet op één lijn zijn, die hebben dat gebruikt. Dat was voor hun stof om tot deze daad vanmorgen over te gaan. Zonder af te stemmen met de rest. En was het dat u nog op de president wachtte? Want ik heb ook begrepen dat u ook een verzoek had gedaan naar de regering, met name de president, om in te springen met hulp. Ja, we hebben een heleboel brieven verstuurd naar verschillende instanties, waaronder ook de president. Maar ja, we hebben nooit antwoord gehad. De directeur weet nu niet wat de situatie is van de kinderen. Ook weet hij niet waar ze naartoe zijn gebracht. In een interview met ATV op 6 september 2022 had Chenafat reeds aandacht gevraagd voor de slechte financiële positie van het kinderhuis. Ook deed hij enkele voorstellen aan de regering hoe het kinderhuis geholpen zou kunnen worden.